Het inline-seizoen begint en tot vele vreugd zien we een atleet die na een heftige winter de wielen weer uit de kast gehaald heeft en gaat doen waar ze goed in was. Dit vereist wel trainen en ook dat schuwt ze niet. Mariska Huisman, zij wil weer mee gaan doen om de prijzen en we weten allemaal wel waartoe ze in staat is. Het ging verleden seizoen iets minder, maar nu gaat deze schaatspetter de draad weer oppakken. Ik ga meer skileren sowieso als vorig jaar, maar er zijn iets minder wedstrijden, dus misschien komt het op hetzelfde uit. Maar ik ga inderdaad de baancompetitie doen en ook op de weg ga ik voor marathons rijden. Hele nieuwe weg ingeslagen na 2 jaar project 2018? Nou, een nieuwe weg is niet nieuw voor mij, maar ik vind het gewoon wel leuk om het skileren weer wat op te pakken. En als je dan toch de wedstrijdjes meedoet, dan is het wel leuker als je ook een beetje voorin kan rijden en niet achterin doelloos in de rond rijden. Dat hebben we vorig jaar gezien. Maar leuk. Jij kan gewoon goed skileren. Dat hebben we jaren gezien. Ja, zoals vorig jaar dan is het ook gewoon niet echt leuk. En dan kan je 2 dingen doen. Of je gaat meer skileren zodat het beter gaat. Of je laat het er een beetje bij zitten. En dat is vorig jaar eigenlijk een beetje gebeurd met het skileren. En nu wil ik wel gewoon weer wat beter skileren. Je bent er aankomende zaterdag gewoon bij? Ik ben er zaterdag gewoon bij. En dan gewoon verder kijken of je kan plaatsen voor het EK in Geisingen? Nou, het is niet meteen echt het eerste doel hoor. Ik wil gewoon deze zomer lekker skileren en lekker trainen. En dan zien we wel hoe dat verder gaat. En knallen op de marathon in Vorden? Ja, ook zeker. Ja, ik wil gewoon alle wedstrijden weer gewoon goed rijden. En gewoon lekker meedoen in de wedstrijd en niet alleen maar erachteraan hangen. En je lange baanavontuur is van de baan? Het is nooit echt de bedoeling geweest om echt alle wedstrijden te rijden. Maar ik wilde gewoon zien hoe het lange baan zou gaan. Misschien dat ik deze winter wel weer wat lange baanwedstrijden rijd hoor. Maar dat kan altijd toch. Maar eerst gaan we lekker skileren. Dat geeft plezier. Met wie ga je rijden? We gaan deze zomer ook naar met de schaatspetters. Hebben we een mooi skillerteam. En daarmee gaan we alle wedstrijden rijden. Met Lisanne Buurman, Jane Ravenstein, Lisa van der Geest en Yvonne Spicht. KD Motors die sponsort weer en stijgplank.com sponsort ook weer. En we zijn eigenlijk nog op zoek naar nieuwe sponsors.